Dan mag ik gefeliciteerd met je bronzen medaille op de 1500 meter bij de Jeugdolympische Spelen. Ja, super bedankt. Het voelt echt super goed. Echt een heel goed gevoel. Had je vooraf verwacht of had je daarop ingezet op het podium? Nee, echt totaal niet. Ik wou van tevoren gewoon zo'n goed mogelijke race rijden. En ja, dat heb ik gedaan. Ik heb echt een super race gereden. Ik was super tevreden toen ik over de finish kwam. En ik dacht, nou, ik heb hier alles eruit gehaald wat erin zat. Maar ik had nooit gedacht dat ik hier podium zou rijden. Dus dat is echt, het voelt super goed. En je zat vrij vroeg in het schema. Toen je je tijd zag, had je toen wel het idee van hier zit misschien een podiumplek in? Ik had wel het idee dat het echt wel een goede tijd was. Dus ik had misschien top 5 of zo, of 5 of zo, iets in die geest had ik wel gedacht. Maar podiumplek, dat was toch wel, dat laatste paar ritten toen kwam, werd het wel steeds spannender. Toen dacht ik, oh, misschien zit er wel echt een podiumplek in. En ja, als het dan zo echt uitkomt, dan is het echt heel vet, ja. Even terug naar je race. Hoe heb je die opgebouwd? Toch wel, de eerste 300 meter ging wel gewoon zo hard mogelijk van start eigenlijk. En ik wist dat het zware omstandigheden waren, dat hoorde ik ook van de meiden. Dus ik heb van Jetske ook doorgekregen dat ik niet echt te gek die eerste ronde in moet gaan. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb gewoon de eerste ronde wel een klein beetje teruggehouden, dat ik die laatste ronde nog door kan rijden. En dat ging, de tweede ronde was super goed en de derde ronde was overleven. En dat ging ook nog, die kon ik ook nog goed doorrijden. Vol stond je net op het podium? Ja, super goed gevoel. Dit voelde de Olympische Spelen een bronzen plak aan. Dat is toch wel, had ik van tevoren niet gedroomd, nee. Mogen je medaille even zien in het beeld? Ja. Even optillen. Je toernooi is nog niet eens afgelopen voor jou, maar wel al geslaagd, denk ik. Kun je nu vrij uit de rest van het toernooi in? Ja, zeker. Er komen nu nog een paar leuke onderdelen aan. Dat is toch wat minder spannend, omdat je met meerdere mensen rijdt. En toch en vooral voor de leuk ook. Dus ja, maar mijn toernooi kan het zeker niet meer kapot. Dankjewel.